bij een nieuwe video van Missy Koning Connect. Move from home. We gaan vandaag een thuisworkout doen. Vanuit de stoel. We gaan vooral bezig met krachttraining. Vanuit de benen, de armen. En een klein beetje de buik en de rug. Dus laten we gaan. Dus wat heb je nodig? Nou ja, onder andere een stoel natuurlijk om in te kunnen zitten. En ten tweede heb ik twee gewichtjes nodig. Dat kan ook twee flesjes water zijn. Zolang er maar iets van gewicht is aan je handen. En ik ga nu even eerst de oefeningen uitleggen. We gaan dadelijk een interval doen van 30 seconden oefening. 10 seconden rust waarin we wel blijven bewegen. Maar het is een follow-along, dus je kan me gewoon dadelijk volgen. En dan zien we het zo. Oefening 1 is dat je rechtop zit in de stoel. En dat je je benen omste beurt omhoog tilt. Belangrijk hieraan is dat je buik goed aanspant en goed rechtop zit. Het liefst zonder dat je handen gebruikt op de leuning. Dus op je bovenbenen kun je ze houden. En dit doen we eigenlijk 30 seconden. Oefening 2. We gaan hetzelfde principe. Knie op, alleen strek je nu vervolgens uit en weer terug. En neer. Op, uit, terug. Oefening 3. Is dat je je beide benen vooruit strekt. Handen mag je eventueel op je leuning leggen. Of op je bovenbenen. En je gaat tegelijkertijd omhoog. Ook hier belangrijk weer rechterrug. Zodat het voelen in je bovenbeen als het goed zit. Eventueel je handen hier of op je bovenbeen. Oefening 4 is de borderbra. Dit mag je met of zonder gewichtjes doen. Ik ga het even zonder doen. Je gaat gewoon van voor naar op, naar zij en weer naar voor. Hier is heel belangrijk dat je je buik en je ribben bij elkaar houdt. Dus dat we niet dit doen, maar je houdt ze goed bij elkaar. Belangrijk, rechterrug bij elkaar, de jellyfish aangespannen. En ruimte tussen je nek en je schouders. Lange nek. Oefening 5. Mag je de gewichtjes bijpakken. Houd ze in de 90 graden hoek, dus een hoek. Allebei de kant en we gaan naar boven. Ook hier wederom belangrijk, rechterrug, buikspieren aangespannen. Oefening 6. Is prayer pulses. Ik zal hem even aan de zijkant laten zien. Je hebt je armen tegen elkaar, de ellebogen tegen elkaar. En je gaat langzaam naar beneden en omhoog. Zorg dat je goed recht vooruit kijkt, niet naar beneden. Probeer je rug lang te houden, je nek lang te houden. Dit zul je gaan voelen in je schouders. Dus nogmaals, vanuit de voorkant. Ellebogen bij elkaar. En naar boven. Oefening 7. Zijn de biceps nog iets naar voren op de stoel komen. Armen naast je lichaam. En langzaam naar boven. Zorg dat je niet ergens tegenaan steunt. Hou de ellebogen los van je lichaam. Oefening 8. Eens roeien. Mag je weten dat je naar voren op de stoel blijft zitten. En je pad zit voor je en je trekt het omhoog. Echt roeien. Zorg dat je goed uitstrekt. Langzaam door een plek weg. Zo lang mogelijk je rug lang houden. Oefening 9 is flat back. Mag je armen naast je houden en je gaat langzaam flat back. En terug. Flat back. En terug. Wat hier belangrijk bij is je rug recht houden zo lang mogelijk. En dan weer. Oefening 10. Is dat je best wel achter stoel mag zitten, benen omhoog en je gaat ze kruisen. Zorg ervoor dat je je buik goed aangespannen houdt. Dus niet onderuit te zitten. Rechtop. Dan voel je het in je benen en in je buik. En als allerlaatste iets verder op de stoel, armen achter je hoofd, tik je knieën aan. Oké, gaan we nu beginnen. Ik zal een timer aanzetten, ik zal de muziek opzetten en doe gezellig mee. In de rust gaan we lopen. Oefening 1.
En blijf bewegen. Mag je blijven lopen. Graag. En wissel. Doet de jellyfish. En rust. En strek je benen. Laat ze weer op. Zorg dat je je vingers nog ziet in je ooghoeken. Nog 10 seconden. En loop. Mag je pas langzaam de gewichtjes pakken. En loop. Blijf goed ademen. En armen bij elkaar. Prayer pulses. Kijk goed vooruit. Recht terug. Blijf ademen. En span even. Iets daarvoor op de stoel. Ga naar biceps. Langzaam op en neer. Zijn er bijna, jongens. En rust. Lopen. Komt ie naar flatback. En nog maar. En terug. Hou nog terug. Thank you.
Bijna jongens. 5 seconden. En mag je deze langzaam neerleggen. Iets verder in de stoel. En gaan we naar scissors. En kruis. Probeer recht te blijven. Buik goed aan te spannen. Even rust. En terug. Oké. En rust. Blijf lopen. Gaan we door naar de laatste. Armen achter. En gaan we. Laatste oefening jongens, nog even doorzetten. En rust. Super jongens. Oké jongens, bedankt voor het kijken, bedankt voor het meedoen. Ik hoop dat we nu langzaamaan wat warmer zijn en wat sterker zijn geworden. En ik zie je volgende week bij een nieuwe workout video.